Hallo, mijn naam is Olaf Bok van Graat, leren Photoshoppen. En ik ga deze man ga ik selecteren. Ik ga hem, uh, de achtergrond ga ik verwijderen. En ik ga een andere achtergrond toevoegen aan deze foto. Alsof het lijkt dat die man een gezellige dag heeft gehad in de haven, ergens in Rotterdam of waar dan ook. En hoe doe ik dit? Dat ga ik jullie nu leren. We gaan als eerst hierboven gaan we naar de snelle selectie. Ik klik hier dan op onderwerp selecteren. Ik ga met alt inhoudend en scrollen met de muis ga ik inzoomen. Dan ga ik wat ruimer door shift in te houden over de haar heen. Daarna klik ik hierboven op. Selecteren en maskeren. Ik zet dit zet ik op rood, ofwel bedekken. Ik pak hier de tweede kwast. De cirkel kan ik kleiner en groter maken met de haken die rechts naast de letter P staan op het toetsenbord. Ik maak hem dus wat kleiner en dan ga ik hier overheen. Als je te veel hebt aangehaald kun je deze pakken, de bovenste. En daarmee kun je dan het corrigeren. Ik doe dan even ctrl 0. En dan ga ik weer met de tweede kwast of penseel, die maak ik wat nu wat groter. Ga ik ook over de rest heen. En daarna klik ik hier op oké. OK. Ik ga dan op de man staan, rechtermuisknop muisknop. En dan kies ik voor selectie omkeren. Ik hou alt in en klik dan eenmalig met de linkermuisknop op het slotje. En daarna klik ik op delete. Dan doe ik ctrl-d van ctrl-dirk. En dan zie je dat de selectie om de kader is weggegaan. Ik ga dan naar de tweede foto die ik gezocht heb. Ik doe hier Ctrl A, dat is selecteren. Ctrl C, kopiëren. Ik ga terug naar de originele foto en daar doe ik Ctrl V. Ik doe dan Ctrl T, ik hou Alt in. En ik trek hem helemaal over de andere foto heen. En daarna klik ik op Enter. Ik ga dan hier deze laag, één laag naar beneden halen. Door de linkermuisknop ingedrukt te houden en naar beneden te slepen. En dan zie je al dat de man erin staat. Ik ga dan hier naar de verplaatsstoel. En ik zet hem even een beetje hier zo naar rechts. Daarna klik ik hier op het halve maandje. En dan kies ik hier voor belichting. Ik klik deze aan. Dat betekent dat ik alleen de man ga aanpassen. En dan trek ik de onderste trek ik naar rechts toe. Ik ga daarna hier naar aanpassingen. Ik pak hier kleurtoon en verzadiging. Ook dit doe ik hier hetzelfde. En dan trek ik rood een stukje naar links. Daarna ga ik terug naar laken. Ik pak dan hier de penseel, ik heb zwart bovenaan en dan ga ik over. De T-shirt van de man heen, want die wil ik namelijk origineel laten. En dan zie je hier dat het de zwart tevoorschijn komt. Daarna ga ik hierboven weer naar aanpassingen. Ik kies hier dan voor kleurbalans. Ook deze vind ik aan. En dan haal ik deze naar links toe en deze naar rechts, zodat er een beetje blauw in het gezicht komt van de man, zo, en dan ga ik hier weer terug naar lagen, ik pak hier weer de penseel, zwart bovenaan, en dan ga ik weer over de t-shirt van de man. Daarna klik ik op de onderste laag door shift in te houden, en daarna doe ik ctrl-edward en dan zijn alle lagen samengevoegd in één laag. Het was weer een korte les, je hebt weer wat geleerd en ik spreek je snel. De groetjes, hai, hai.